Komt ie hoor. Leuk hè, het computerspelletje. Gave sound hè. Cool. Nou, zeker. Kijk, er zit ook een klokje op. Handig hè. Ja. Niet te geloven dat het allemaal kent tegenwoordig. Oh no. Wat een irritant geluid is dat. Ik word er een beetje nerveus van. Oh no. Volgens mij komt het van de buurman. Eens even bellen. Dit is toch niet normaal meer? Het is altijd wat anders met die vent. Oh, ik pak hem wel even. Ja, doe maar. 100 punten heb ik. Ja. Hallo, met Henk. Hallo, beste vriend. Floris Jan hier. Zeg, luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want mijn kristallen glazen staan te vibreren in de lounge. Nou, en rijk zijn van die mee, hè. Bedankt, hè. Wat krijgen we nou? Vibreren in de lounge? Er woont een gestoorde naast me! Zo'n klein computerspelletje en daar heb ik last van! Spelen jullie maar rustig door, hoor, jongens! Dan ga ik even die klok ophangen! Ja, doe maar. Het is maar goed dat ik vanochtend mijn medicijnen heb ingenomen. Want anders, dat dingetje moet even zitten tot toch... Oh, god! Oh, krijg toch de muizeninfectie, gloeiende! Snel onder de kraan! Ah, de hete kraan! Waar zit de verbandtrommel? Ah, wie heeft die muizenval hier nou neergelegd? Dat heeft u zelf gedaan, want u zei laatst nog dat u hem in de... Hou je grote mond, brutale aap! Zag je dat ook? Even verder kijken of ik dat in het kastje hier ook... Hé, mijn bowlingbal! Die ben ik lang kwijt geweest. Die zal ik... Wat een boekherrie. Nou ben ik er zat. Ik ga meteen bellen. Ik word er helemaal gek van. 6-3. Oh, wat heb ik toch een ellendig leven. Gaat de telefoon ook weer? Weg met dat ding. Hallo, bedenk. Hallo, Amies. Zeg, beste vent. Hier vloog eens Jan weg. Wat ben je toch allemaal aan het doen, kerel? Ik kom maar kapaal en geschreeuw. Als ik had geweten dat ik daar zo'n druk te maken was gaan wonen. Nou, rustig aan nou. Anders ben ik de politie. Goedemiddag. Krijg toch allemaal de zultkoppenkoorts? Is die nou helemaal? Ik zal hem eens gaan vertellen wat ik van hem vind. Waar is die bowlingbal? Flipperstein! Hey, Flipperstein! Zie je die bowlingbal? Die mag jij hebben! Hier! Wat krijgen we nou? Mijn prachtige Louis kersenservies. Helemaal defect zeg, maar dat pik ik niet. Ik zal mijn vuilniszakjes even leeg deponeren in dat ordinaire tuintje van je. Hier. Nou, dat doet maar met je Zo. En de lege bak kan mooi in dat belachelijke vijvertje van je. Hopla. Dat zal je leren te spotten met een Van Flipperstein. Goedemiddag. Oh, gaan we zo beginnen? Nou, dan weet ik nog wel wat leuks hoor. Even wat superkrachtlaam op het knoppie. Flappy! Daar wordt gebeld! Ik ga naar binnen! Dag hoor! Daar ben je klaar mee met zo'n boomer naast je. Wat was ik ook alweer aan het doen? Oh ja, blaasjes pakken voor mijn gewonde ledematen. Ik zal... gaan we muziek draaien? Nou, wacht maar eens eventjes. Dus meneer houdt van muziek? Nou, dan zal ik eens eventjes een stukje voor hem gaan spelen. Flipperstein is dead! Kan je het horen, Flipperstein? Of moet ik even naar je toe komen? Jongens, geef me die voorhamer eens aan! Want ik ben er nou zat! Ik kan hem niet dragen, Omek! Hoezo? Hij is zo zwaar! Yeah. Dat moet ook! Hoe zwaarder, hoe beter! Let maar eens op! Ik ga lekker ergens anders wonen! Wat moet je nou? Ik ben niet goed bij u, hoor. Ik? Niet goed bij mijn hoofd? Dan zal je achterkomen! Heb
je wel eens een rost met een koekenpan gehad? Daar komt dan een beetje de vuurterrorist. Waarom? Maar wat maakte daar opeens zo'n verpletterende indruk op ome Henk en Floris-Jan van Vleppenstein? Ik weet het. Nou, wat dan? Pippi de Kokkie. Juist. Uit de stoffige archieven van Stupco Entertainment, een zeldzame aflevering van het succesvolle magische matrozenduo Pippi en Kokkie. Ja. Boing boing, Kokkie en Pippi, Pippi en Kokkie, hopla eruit. Allebei opstaan, hey haasje reppie, Kokkie en Pippi, opstaan uit je Pippi. Toet boing boing, Kokkie en Pippi, samen ontbijten, Kokkie maakt brood. Pippi een eitje en Kokkie en Doppie, maak Kokkie koppie, kok 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 kok. Toet boing boing, Kokkie en Pippi, centjes verdienen, hup naar de wal. Kokkie een schop en Pippi een scheppie, Pippi zet hoek om en Kokkie een knal. Toet boing boing, Pippi en Kokkie, toet toet boing boing, Pippi en Kokkie, toet toet boing boing, Pippi en Kokkie, toet toet boing boing, Pippi en Kokkie. Niet bewegen, Kokkie, er zit een strontvlieg op je petje. Hier. Houd toch eens op, Pippi, met die misselijke geintjes. Moet je een knal voor je kop? Ja, rustig nou maar. Jij kan ook nergens tegen. Haal nou maar wat te vreten voor me, want ik verteer van de honger. En een paar aspirintjes. Ik had gisteravond toch dat laatste biertje niet moeten nemen. Pippi, Pippi, de wekker gaat af. We moeten onmiddellijk weg. Mevrouw Zultkamp is jarig. Oh, ja, doe snel je schoenen aan. We moeten nog bloemen kopen. Snel, snel. Mevrouw Zultkamp is gek op rozen, maar die zijn veel te duur. Hé, hey, wacht eens even, zegt Kokkie. We kunnen natuurlijk ook hier bloemen plukken. Dat scheelt weer een hoop centjes. Dan kunnen we vanmiddag naar de kroeg lekker suipen, zegt Kokkie. Maar jij mag toch helemaal niet meer drinken van de dokter? Nou, dat maak ik zelf nog wel uit, zegt Pippi. Pak eens aan, Kokkie. Zo, dat begint al een mooi bosje te worden. Zo, en nou vind ik het wel zat. Laten we maar hopen dat ze het bier koud heeft staan. Het is pas 8:55 op, Pippi. Nu al? Oh, wacht eens. Daar staan nog meer bloemen. Ja, maar dan kunnen we wel aan de gang blijven, Kokkie. Ik vind het allemaal een beetje overdreven, hoor. Het is mevrouw Zultkamp maar. Pak jij ze dan maar, hoor. Ik heb er allemaal geen zin meer in. Een beetje tempo, Kokkie, want straks is alle drank op. Mevrouw Zultkamp, we komen eraan. Ah, daar komt wat aan, geloof ik. Lang zal ze leven, Gloria, Gloria. Lang zal ze leven in de Gloria. Drank moeten we hebben. Schuin afsnijden en zo en zie maar. En, waar is de drank? Bedankt voor de bloemen. Willen jullie misschien een lekker whiskietje? Ik dacht dat u het nooit zou vragen. Nou, proost dan maar. Dat is lekker. Willen jullie er wat bij eten, jongens? Nou, vooruit. Zo, klaar. Dat kan ik ook. Kom op, Kokkie, we rotten weer eens op. Dag, mevrouw Zultkamp. Was weer erg gezellig. Oh, oeh. Volgens mij was er iets mis met die koekjes. Wat denk je ervan, Kokkie? Zullen we een lekker biertje gaan drinken? Wacht eens, Pippi. Kijk, dat is precies wat voor ons. Kunnen we lekker worst eten? Ja, met een biertje erbij.
Peppy en Kokkie probeerden de verkoopster ervan te overtuigen dat zij toch wel de geschiktste kandidaten waren om te werken in de slagerij. Ik roep de baas even. Zo, denken jullie wel dat jullie deze baan aankunnen? Ja, natuurlijk. Anders hadden we wel bij de bakker naar binnen gelopen. Of bij de fietsenmaker, zei Kokkie. Nou, kom dan maar even hier, zei de slager. Ik ben Kokkie. En ik ben Peppy. Weet jullie wat? Peppy achter de toonbank en Kokkie gaat vegen. Mag ik van u een gehaktbal? Die zal ik eerst even testen. Die is wel heel smerig. Peppy gaat er haast van over zijn nek. Met zo'n rare slager wilde de mevrouw niets te maken hebben. Dag, tot ziens. Next. Lekker blijven vegen, Kokkie. Ik was aan de beurt. Nee, die mevrouw was aan de beurt. Zegt u het maar. Een onsje van dit? Mijn hemel, dat lijkt wel stront. Wat een lucht, zeg. Ruikt u zelf maar eens. Walgelijk, hè? Inderdaad, de mevrouw gaat er vandoor. Nou, zegt u het dan maar. Een onsje van dit. Weet u het zeker? Nou, dat ziet er niet al te best uit, hoor. Het valt gewoon uit elkaar. Nou ben ik het zat, zegt de slager. Jullie maken er één grote bende van. Wat moeten al die mensen er wel niet van denken? Dan moet je niet zulke vuiligheid verkopen, zegt Peppy. En daar verlieten de laatste twee klanten de winkel. Hebben jullie het nou voor elkaar? Ik raak op deze manier al mijn klanten kwijt. Eruit met jullie. Wegwezen. Stelletje klootzakken. Ik maak kattenvoer van jullie. Eruit. Wegwezen.